Welkom dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Edwin. Als jullie zien binnen deze video, doe dan een blauw duimpje omhoog. Bij deze video ga ik wat dingen laten zien. Wat ik pas nieuw heb. Twee heb ik al een tijdje. Die wil ik aan jullie laten zien. De eerste is deze X-Shot. Die heb ik gekocht. Het schiet. Zullen we misschien in de magazijnen hebben zien. Haar ik haal op de ruit. Zijn van deze pijltjes. Anders dan die Nerf pijltjes. Er zijn die blauwe die jullie kennen. Om te laten. In het begin was dat aan het vogel okay, van. Hoe kan hem eruit rijden? Niet zo. Om de magazijn eruit te halen. Je pakt dit stukje. Trek hem naar achteren. Hoor jullie die klikkie? Zo niet. Ik even die mag. Laat ik jullie horen. Dan schiet hij ook niet naar voren. Druk je hier op deze oranje knop. Aan de andere kant ook. Kan je de magazijn dan eruit halen. Kunnen er 10 in. Om hem dan te laden. Dit is dan aan de onderkant eruit. Je doet hem dan in het magazijn in het wapen. Je trekt dan naar voren. Dan kan je schieten. Daarvoor heb ik een Nerf-bril, die zet ik even op. Zo ziet het eruit, die bril. Wat ik ga doen, doe dit niet na van zo dichtbij. Het is omdat ik vaker zoiets gedaan heb, is puur voor jullie om te kijken van, kan ik het wel doen of niet? Want zoals je ziet, het zit er niet hier niet goed op. Zo gaat het geladen. Ik schiet op die bril. Het gebeurt niks. Dus dat is voor de veiligheid. Vooral als je kijkt om te voorkomen dat je het in je ogen komt. En dat is geen pretje. Trouwens. Het schiet me net ook te binnen over deze bril. Is als je vuurwerken gaat afsteken, doe dan altijd een veiligheidsbril op. Dat is ook met Nerf schieten. Hier kom ik later op terug. Is iets belangrijks, zoals die veiligheidsbril. Want als je zo zonder die veiligheidsbril gaat schieten, vuurwerk gaat afschieten, al gaat afsteken. Jij doet het misschien wel veilig. Je vader doet het misschien veilig. Of wie dan ook. Van je familie, vrienden, kennissen. Maar het kan een of andere gek zijn. Die afgooit en zonder reden ergens naartoe gooit. Naar jouw richting. Maakt niks uit. Wie dan ook. En dan ploft. Wacht, pak even een Nerf-pijltje. Stel, dit is vuurwerk. En iemand gooit steek hem aan, gooi je random weg. En dit komt hier terecht. En dan ploft. Dan loop je misschien zo. Of een nieuwe. Moet je dus sowieso naar het nieuwe ziekenhuis. Sowieso naar het ziekenhuis. Voor een nieuwe oog. Of je wordt blind. Dus doe altijd de veiligheidsbril op. Puur voor veiligheid. Niet omdat jij dan. Niet omdat het van jouw vuurwerk komt. Maar misschien door een andere. Een of andere. Gek die je dat. Veroorzaakt.
Want die ziekenhuis... Mensen die naar het ziekenhuis moeten op thuisvuurwerk... is het vaak van... grootste gedeelte door andermans vuurwerk. Daarom wordt het niks voor niks geadviseerd... veiligheidsbril op. Zoals jullie misschien weten... toen ik op vakantie was... heb ik dit gekocht. Misschien was het wazig. Misschien kon je het goed zien. Staat er stilte. Hier wordt gewerkt. Heb ik gekocht. Voor het kijken puur voor de lol. Heb ik van de week ook deze oortjes gekocht. Ik had ze al erin gebruik klaargemaakt. Dit zijn die oortjes, stop je in je oor. Dat doe ik nou niet, want het is puur voor het hoge druk. Wil ik gebruiken. Ik weet niet of je dat goed kan zien op video, maar ze heeft van die plastic waardoor je zelf erin kan stoppen in die oortjes. Kan je hem hierin doen. Als je denkt dat je hem in een zak moet doen, nee. Dit is van die riemkleppen. Dan kan je het aan je riem doen. De laatste is... wat ik gekocht heb. Misschien weten jullie het vanwege de livestreams of eerdere video's. Minecraft. Daar ga ik misschien zo een... nee, dat weet ik niet of ik een livestream ga doen of niet. Laat het weten in de comments hieronder. Voor de mensen die al vragen van... kan je de PlayStation 3 spellen op de 4 doen? Geen idee. Laat het dan weten hieronder als je het weet in de comments. Van. Ga ik of iemand anders die dat interessant in is aan liken? Ik had nog iets. Dan kom ik zo bij jullie terug. Tot zo. Daar ben ik weer. Dit is wat ik wil laten zien. Een bivakmuts, het heet een bivakmuts ninja. Ik laat het even aan jullie zien waarom het zo heet. Dit is de reden waarom het een bivakmuts ninja heet. Want ninjas zie je ook dit stuk. Zoals je misschien bij die vorige video's gezien hebben, had ik eerst een andere bivakmuts. Zat het gevoel dat ik alleen maar echt dit stuk ziet. Vind ik jezelf niet zo prettig. Dit vind ik wel prettiger. Zie je echt wat je zonder die bivakmuts ziet. En deze kan ik makkelijk hier zetten, kan ik er makkelijk door ademhalen. Dat had ik bij die andere niet. Dus dan is dit wat prettiger. Dus dan is dit een goede aankoop. Vooral als jullie afvragen van... Edwin, waarom heb je van deze dit gekocht? Voor als ik ooit eens de demonstratie heb waar ik bij helpt als crimineel bij een demonstratie, heb ik sowieso wel een bivakmuts. Dat is één van de redenen. En twee, voor als ik naar Tomo Fair of Comic-Con gaat, waar dan ook, nadat dit virus weg is. En ik ga willen dan een ninja of als een... met deze X-shots kan ik als een geheim of als een soort AD gaan. Dus dan is het handig ook om die bivakmuts te gaan. Ik ga een beetje afronden, ga ik spelen. Sebastian en Yannick, als jullie dit zien en wil gaan gamen, laat het hieronder in de comments weten. Als ik het gezien heb. Ga ik hieronder reageren op je comments.
Ik zie jullie bij de als jullie nog, voordat ik het belangrijkste vergeet is, als je nog niet geabonneerd bent, doe het hieronder. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te doen. Als je toch bezig bent met abonneren, vergeet dan niet op het belletje te drukken. Dan voorkom je elke keer een melding als ik online ga. Ik zie jullie bij de volgende video. Tjus.